Het Amsterdamse mediahuis, het Raads TV Network, vertoeft momenteel in Suriname om de viering van de Hindoestaanse immigratie in ons land ook in Nederland te belichten. Dit jaar herdenkt ons land 145 jaar immigratie. Reden genoeg voor het station om ook in Suriname indrukken hierover vast te leggen. Vertegenwoordiger van het Raads TV Network, Shanti Prakash Mohan Persat, zegt dat ook Surinaamse Nederlanders graag op de hoogte willen zijn van de activiteiten in Suriname. Inmiddels bestaat het station zeker 15 jaar en is het er steeds in geslaagd Suriname op een positieve manier in Nederland op de kaart te plaatsen. 145 jaar Surinaamse Hindoestaanse immigratie valt onder de diaspora. Onze voorouders die komen uit India, zijn naar Suriname gegaan en vanuit Suriname ook Nederland. En het toeval wil dat mijn grootvader op de laatste boot 1916 gearriveerd is in Marienburg. Mijn vader is geboren in Kommerwijnen, Margarita, dus ik ben een trotse Surinamer. Ja, zo driedelig verslag brengen van de activiteiten, de culturele activiteiten. En ook een bijdrage leveren aan zeg maar, de diaspora-gedachte die leeft, zowel in Suriname als in Nederland. Met name het ecotourisme, want Suriname is een ecotouristisch land. Het is geen Blue Lagoon met blauwe zee, maar ecotourisme. En het ecotourisme, als je naar bepaalde gebieden gaat, Paarlemeu, Awaradam, waar we ook reportages over hebben gemaakt, dan sta je soms versteld van de schoonheid van Suriname. En dat willen we ook uitdragen naar zowel de Surinaamse Nederlander als mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Mohan Persat zegt verder dat hij veel ondersteuning krijgt bij het uitdragen van Suriname. Het Raads TV Network doet daarnaast nu ook al 5 jaar de promotion van Suriprofs. Jürgen Rijman is vanaf vorig jaar de nieuwe voorzitter. Afgelopen begin mei was de laatste wedstrijd, de benefietwedstrijd van de nieuwe Suriprofs, na 2 jaar weer. En dat was een wedstrijd tegen Fortuna Sittard. En wij hebben als Natraas TV dat opgepakt. En samen met Jürgen hebben wij een talkshow gedaan daarover. En ik heb begrepen van Jürgen Rijman dat er binnenkort weer wat nieuwe projecten zullen starten met betrekking tot goede doelen in Suriname. Dus 145 jaar Surinaamse Hindoestaanse migratie betekent natuurlijk een mijlpaal voor de Surinaamse gemeenschap in zijn geheel. Wij moeten als Surinamers trots zijn dat wij met verschillende etnische bevolkingsgroepen in vrede leven. Als voorbeeld voor de hele wereldbevolking. Dus ik denk dat deze mijlpaal ook een bijdrage zal leveren aan de algehele diaspora gedachte. Shanti Prakash Mohan Persat, vertegenwoordiger van het Raads TV Network in Nederland. Hij is momenteel in Suriname voor het vastleggen van indrukken van de herdenking van 145 jaar Hindoestaanse immigratie.